In Nijnsel is de uitkijktoren in het buitengebied afgebroken. Natuurgids die bouwde de 4 meter hoge toren 11 jaar geleden. Wandelaars hadden zo een mooi uitzicht over de Dommel en de Rooische Knoptoren. Maar het hout van de toren ging rotten. Zoon Ruud gaat nu de uitkijktoren van zijn inmiddels overleden vader herbouwen. Ja, het is gewoon echt iets van ons. Een mooi stukje natuur waar ons pap gewoon heel veel kwam. En daar wil ik gewoon in eer houden. En dat ik dat dadelijk geregeld heb, dat is gewoon prachtig. Ruud de Wit bouwt nog de hele maand december aan de nieuwe toren. En daarna is hij weer toegankelijk voor wandelaars.